Yo boys, tof jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Apex Legends. Sorry, ik wou bijna Fortnite zeggen, dus het kwam er misschien niet zo soepel uit. Maar vandaag zitten we op Apex Legends. En jongens, ik hoop dat jullie dit dope vinden. Want dit is een nieuwe game natuurlijk. Ja, dan weten jullie eigenlijk wel dat deze game pas nieuw uit is gekomen. En ik vind het wel dik, gast. Ik ben wel benieuwd hoe deze game gaat. Dus, dames en heren. Ik ben benieuwd, zoals jullie weten, ja, we zitten nu in het vliegschip, of het, ja, of gewoon eigenlijk een soort van in de battlebus, Fortnite termen. Nee, in ieder geval jongens, dit is de map trouwens voor, van Apex, dus voor de mensen die nog niet wisten of er nooit echt wat van hebben gehoord. Dit is dus natuurlijk de map, het is niet zo groot als Fortnite, dus dat is alleen maar dat kan in je voordeel gaan werken als je dit spel dan natuurlijk veel speelt. En dan weet je allemaal gekke dingetjes natuurlijk. En je vliegt trouwens met z'n drieën altijd. Dus je hebt niet altijd, je kan ook solo gaan vliegen. Wat is dit nou weer? We hebben mensen. Oké, beter zijn deze teammates goed trouwens. Ik speel nog niet met vrienden. Ik speel wel met mensen om me heen die ik niet ken eigenlijk. Dus dat is misschien iets minder. Maar sommige mensen kunnen natuurlijk altijd zeker weten goed zijn. Kunnen wij nu onze eerste. Oh, we konden bijna onze eerste kill pakken, doe. Beter. Oké, let's go. Misschien gaat het voor jullie nog een beetje snel. Ik ga het een beetje uitleggen voor jullie deze komende. In deze video. Dus als jullie dit leuk vinden, natuurlijk. Dan hebben we hier alweer de eerste kill in de broekzak. Laat ik gelijk eerst even mijn. Ding reviven. Mijn teammate. Let's go. Hier kan je ook gelijk mensen reviven zo. Hoppatee. Hoppee. Op je kanus, gast. Let's go. Shit, gast. Er zit een shotgun in. Let's go. Laten we die shotgun natuurlijk even gebruiken. Hoppatee. Let's go. Oké, we hebben totaal niet veel kogels voor de shotgun natuurlijk. Want zoals jullie zien zit er maar 8 in. Maar trouwens jongens. Kijk, even voor de duidelijkheid. Als het zo meteen wat minder druk is hier. Maar even jongens. Dit is even. Waar is deze bot? Oh, hij is al dood. Oh, hij is al. He is gone. Fuck. Heb ik nou iemand of niet? Even matchen nemen snel. Fuck. Ik weet totaal niet omdat ik nou slim bezig ben. Ja, daar heb ik totaal niks aan, gast. Heb jij shotgun ammo? Heavy. Ja, ik heb er totaal niks aan. Ik heb shotgun ammo nodig, gast. Oh, fuck. Onze teammate is ook alweer dood. Daar hebben we ook weer niks aan, natuurlijk. In ieder geval, dit ging wel heel snel. We hebben in ieder geval sowieso 2 kills al. Oké, let's go. We hebben 1 viewer. Dat kunnen we ook al gelijk zien. Dat is linksboven. Oké, jongens. Ik zweer het je. Dit had ik niet verwacht. Maar, dames en heren, laat ik het even gaan uitleggen. Daar was ik zo net ook al mee bezig. Maar toen kwam in één keer allemaal gekke enemies om de hoek kijken. En deze kerel begint in één keer random te praten. Maar, let's go. In ieder geval, dames en heren, voor de mensen die nog niet echt met dit spel bezig zijn of nog niet echt veel van hebben gehoord of hoe het werkt. In ieder geval, dit is je class. In ieder geval, ik heb sowieso 2 wapens mee. Je hebt niet meer wapens mee. Dus dit is gewoon alles waar je het mee moet doen eigenlijk. Dus, oh, daar ging mijn telefoon. Oké, chill. In ieder geval, kijk, dus heb je hier dus een shotgun. En dit zijn trouwens je kogels. Dus als je denkt van, ik heb kogels nodig in dit spel. Trouwens ook, falling damage is geen probleem in het spel. Je kan van zo hoog afvallen, je krijgt geen falling damage. Dus, alleen maar beter. Maar in ieder geval, kijk, dit zijn je kogels. Dus als je zo meteen, zoals je zo net zag, in de care package of in de, je loot kist van, eigenlijk van je teammate of van de enemy die je hebt neergeschoten, zie je dit ook eigenlijk terug. En dan als je op die ammo klikt, dan weet je sowieso zeker dat je je ammo hebt. En trouwens, wat mijn teammate nou heeft gedaan bij dit ding, is je teammate terughalen. Dat kan natuurlijk ook, dus kijk. Als jij nou zo net dood bent geschoten als teammate, eigenlijk. Kijk, dus je denkt van, oké, shit, ik kan niet meer meedoen. Kunnen we je gewoon weer eigenlijk een soort van wakker maken. Dat je, of ja, gewoon weer levend maken door naar dat ding te rennen. En dan kan je gewoon weer gezellig meedoen. Dus, dus je kan altijd gewoon weer meedoen eigenlijk in dit spel. Dus dat is super chill natuurlijk. Dus, dus je hoop is nog niet verlogen. Of vervlogen als je... Ja, als je dood bent. Dus dat is super leuk natuurlijk. Dus je kan dus altijd gewoon weer lekker terug opnieuw... opnieuw spelen eigenlijk. Dus als je teammates daar naartoe gaan.
Maar dames en heren, zoals je ziet, ik heb geen AR. Misschien waren jullie dan nog niet opgevallen, maar... Hé, hey, wat is dit dan? Nee, teammate, nee! You're not complete, mijn hele... Oh ja. Kan ik dit... Fuck. Kan ik dit nog use of zo? Ja, let's go. Voor dat kleine beetje hebben we sowieso... Maar kunnen we dit ook gebruiken of niet? Of dat is... Ja, jongens, ik weet trouwens ook nog zelf niet helemaal hoe dit spel werkt, maar... Beet is dit iets. Ja, ik kan het niet gebruiken. Maar ik heb sowieso wel een shotgun ammo nodig, man. En dat is best wel naar. Mag ik even extra... Oh, ik heb extra ammo. Of extra ruimte nou op dit. Oké, chill. Trouwens, dit is een backbling. Trouwens, je shield krijg je hierbij. Dus zoals je wel eens ziet... ja, hier kan je, zie je body armor. Dat hebben we dus nog niet, dus dat moeten we nog even vinden. Maar als dat hebben we gefixt, weet je wel, dan zijn we zo een beetje, hebben we een soort van shield AP eigenlijk. Gewoon extra, ja, gewoon shield eigenlijk. Dat is, dit zijn hoofden, of ja, gewoon een helm eigenlijk. Gewoon voor jezelf. En trouwens, dit jongens, opzet. Oh, kut, nee, wat doe ik nou? Ja, ik had dacht dat ik nog een special... Kijk, je kan verschillende poppetjes kiezen eigenlijk. En normaal kies ik altijd een poppetje wat een arend erop heeft. Maar dit is een poppetje die... ik wou zeggen, kan ik nou dit ding niet meer uit mijn handen gooien? Maar dit is... Kijk, oké, dit is een armor ding, weet je wel. Dus ja, die hebben we nou ook. Maar in ieder geval, ik dacht dat ik een poppetje aan had staan die een airdrop neer kan gooien. Dus dat ik dacht van, nou, dan leg ik het even op Z uit. Maar zoals jullie kunnen zien, jullie kunnen alweer eigenlijk de betekenis zien van wat Z eigenlijk is. Je gooit eigenlijk gewoon rockers op de plek waar je eigenlijk bent. Dus kijk, je drukt op Z. Je ziet dat daar mensen bezig zijn. Je gooit hem eigenlijk en dan komt er een één gelijke airstrike op hun kop eigenlijk. Voor de mensen die aan het vechten zijn. En het is ook weer 100 zuiver. Dat die gozer... er een flink doorheen praat. Waar kan je die kerel niet muten of zo? Hoe kan je die zo'n roze muten? Dan moet ik nog echt even achter zien te komen. Wat is Q dan? Ah, kijk, dat is smoke dus. Dat weet ik veel, jongens. Ik druk ook op. Ik zie ook knopjes, weet je wel. Ik denk ook van, wat de fuck is dat? Dus ey, beter. Oké, dat weet ik natuurlijk ook weer. Oké, in een fight natuurlijk super chill, want dan kunnen ze je niet meer hitten natuurlijk. Beter. Oh, beter. Nee. Nou, oké, beter dan wit natuurlijk. Eigenlijk dan grijs. Hebben we hier nog wat leuks eigenlijk aan? Kijk, teammates, jongen. Die zijn tegenwoordig zo snel. Dat is echt verschrikkelijk, gast. Dat is echt een dingetje. Maar maakt niet uit. Trouwens, op control kan je trouwens lekker sliden. Trouwens, en als je van hoog naar beneden gaat, dan kan je zo lang sliden als je maar kan. Dat is gewoon beter voor je movement eigenlijk. Oké, dit is chill, gast. Oké, daarin kunnen we nou hebben echt niks aan. Heavy ammo, laten we dat even wel bijhouden. Gewoon puur om het feit dat we zo meteen een ding komen dat we dat sowieso hebben. Dus beter. Maar we hebben shotgun ammo nodig, jongens. En dat is rood. Dus we moeten een beetje op zoek gaan naar dat rode ammo eigenlijk. Gewoon dat rode ammo. Dus ja, yeah, chill. En ja. Maar hoe je trouwens van, als je denkt van, die ene teammate van mij, die heeft paarse HP eigenlijk. En die andere heeft geel. Geel is eigenlijk het beste qua shield hebben, zijnde. En, ja, dit is ook helemaal niks, jongen. Ik heb, wat is dit dan? In ieder geval, geel is het beste wat je kan hebben. Paars is het ena beste wat je kan hebben. En blauw is dan daarna, weet je wel. Dus eigenlijk de derde plek van shield. Dus, ik weet niet, maar mijn team wordt hier beschoten. Maar ja, zo werkt die rang met de shield eigenlijk. Maar daar komen jullie denk ik ook wel vanzelf achter als jullie deze game natuurlijk ook gaan spelen. Trouwens, dit is gewoon allemaal gratis. Maar op dit moment, als ik deze video opneem, is er een soort van glitch gaande qua Xbox players. Als jullie dit spel willen downloaden, het kan ook gewoon. Maar dit spel is dan wel in het Duits voor jullie. Gast, kan je even ophouden met praten? Ik ben een video bezig, pik. Oké, nee. Maar in ieder geval, dus als je dit downloadt op de Xbox, dan is je game eigenlijk in het Duits. Dus mocht je goed Duits kunnen, geen probleem voor jou. Mocht je geen goed Duits kunnen, ben je genaaid, pik. En dan moet je het even meedoen zonder... dan moet je even... Ja, of je moet gewoon even dit spel gaan spelen zonder dit te begrijpen eigenlijk. Of zonder te lezen. Het is misschien wel handig om te lezen in dit spel. Af en toe. Want anders snap je er af en toe helemaal echt geen ene kloot meer van.
Maar waar vliegen jullie nou helemaal naartoe, jongens? Of teleporteren jullie naartoe eigenlijk? Want. Ja. Ouwens, what the fuck, hè? Ja, jullie zijn hartstikke leuk hier, jongens, maar. Tanja. Wat? Oh, what the fuck. Jongens, wat ik nou aan het doen ben, is me gewoon heel. Shield rechargen. Fuck! Oké, okay, hier is druk, gast. Ja, maar dit is het enige wat ik heb, want die andere zat geen kogels meer in. En die, in mijn andere dingen zaten geen shotgun meer in. En je, gozer, jij moet echt even kappen met praten, pik. Oh, we zijn gewoon legit allemaal dood. Maar in mijn ding had ik geen shotgun ammo meer. Dus dat is even onzuiver. Of ja, dat is gewoon echt niet chill. Dus daar konden we niks tegen doen natuurlijk. Dus we hebben de hele tijd rondgelopen om dood te gaan. Eigenlijk, op dit moment waar het op neerkomt. Fuck. In ieder geval, geen probleem. We spelen gewoon nog een tweede potje erachteraan. Puur ons feit, we zijn nog niet zo goed. Dus we kunnen gewoon nog een tweede potje erachteraan. Doen, gewoon, om het gewoon eventjes wat leuker te maken natuurlijk. Dus jongens, ik zie jullie zo meteen in game nummer 2. Daar vliegen we dan weer uit de bus. Of ja, uit de, ik weet niet, uit het schip eigenlijk. Ik weet niet hoe je het eigenlijk kan noemen. Maar jongens, daar vliegen we weer met mijn nieuwe teammates. En we vliegen weer naar een nieuw gedeelte toe. Dus let's go jongens, laten we eens even kijken wat wij hiervan kunnen maken van dit potje. Het is hier wat minder druk zoals jullie kunnen zien. En ik wil eigenlijk die loot daar pakken, maar in één keer wijk mijn poppetje compleet uit naar helemaal naar rechts. Dus ik weet niet waar ik nou naartoe loop, maar het zal wel. Oké, chill, lekker gast. Kunnen we hier doorheen? Deer gast, we kunnen één gekke grote deur openen. Hey, dit is een gekke diffuse bom, wat voor. Beter. Kijk, deze ammo hadden we ze net nodig, zoals je zagen. Hoppatee. Oké, let's go gast. Oké, we hebben gelijk op zich wel lekkere wapens. Beter. Oké, we hebben heavy ammo en medium ammo eigenlijk. Dus beter, chill. Een medkitje. Oké, jongens, dit is op zich best wel chille loot, gast. Is eigenlijk eerlijk. Holy shit. Nu gelijk al dit. Dit is sniper ammo eigenlijk. Ja, die denkt van Floor's heavy ammo is toch eigenlijk sniper ammo. Ja, dat groene. Die groene ammo eigenlijk is eigenlijk sniper ammo. Dus. Ja, dan weten jullie dat ook alvast. Kijk, hier hebben we al gelijk body shit en zo. Kunnen we dit gebruiken voor een wapen wat wij hebben? Oké, chill gas, dat kunnen we gebruiken. Dit is een light machine gun gas en dat ding is OP, jongen, niet normaal. Als het ding eenmaal zijn gangetje gaat, jongen, is het ding echt best wel OP. Dus, beter kunnen we daar gewoon even een kill zo meteen mee pakken. Ik hoop dat er wat mensen zijn geland. Ja hoor, en dan gelijk de eerste teammate gaat gelijk dood hier. Mag ik lopen? Ja, ik blijf hier even. Ja, mijn teammate. Ja, jongens, trouwens. Falling damage is geen probleem. Of vallen is op dit moment geen probleem. Teammate, kom je helpen. Oké, ze zitten hier. We zitten in een backgras. Waar zitten ze? Okay, daarachter zit iemand. Oh, fuck. Teammate is dood van ons. Fuck. Fuck. Yo, doe je ding. Ik probeer deze kerel even te pakken hier. Heb ik hem? Kut, dit is een sniper. Is het een sniper? Oeh, de broer! Ik schiet die kerel een headshot van. Oeh, gast. Oké, zoals je kunnen zien, jongens. Chill. Oké, oh my. Gasten. Dit is echt insane dit. Oh mijn god. Gooi we even een medkitje voor mij. Kut, waarom neem ik eigenlijk. Ja, maakt niet uit dat ik een medkit inneem. Let's go. Ik neem medkit in voor paar HP eigenlijk. Oh shit. Laat ik eventjes wat shield innemen zo. Hoppatee. Let's go. Hoppa, nog even een shieldje erin. Dus dit is eigenlijk een soort big pots eigenlijk. Zoals in Fortnite.
Misschien maakt dat voor jullie wat makkelijker om te begrijpen. Ik weet niet, maar voor mensen die dit spel niet kennen, weet je wel. Ja, is dat even handig om iets qua wat van herkenning is te zien. Maar dit is dus een sniper wat ik in mijn handen heb. Ik dacht legit dat dit geen sniper was. Ik dacht dat dit een soort AR was of zoiets. Dus ja, ik zat dus helemaal te kijken van, ja, maar what the fuck, gast? Waarom kan ik niet door blijven schieten, weet je wel? Maar dat was puur om het feit dat dit een sniper is. Dus vandaar dat ik ook 110 headshot op die kerels, ding. Dus ja, vandaar. Dus, met snipers kan je dus ook best wel dichtbij. Als je gewoon de scope eraf haalt, eigenlijk. Dus als je hier die scope gewoon even in je class zet. Maak je er eigenlijk gewoon één gekke turbo sniper van. Want kijk, je kan van op dichtbij iemand schieten. Dus eigenlijk een soort OP shotgun krijg je dan. Dus eigenlijk gewoon een wandpump eigenlijk. Maar dan een sniper, weet je wel. Ja, want je kan alleen niet zo vaak schieten. Maar zo snel achter elkaar schieten. Maar je krijgt een soort van wandpump eigenlijk. Dat is echt super chill. Dus beter krijgen. Dit is natuurlijk wel echt een wapen waar je bijna niet heel vaak vindt. Dus daar hebben we wel geluk mee. Maar dit... Chill. Ja, ik loop deze keer nog een beetje achterna, maar... trouwens, onze teammate kan je weer resten. En dat is op dat punt, I guess. Of op welk punt... Of waarom... ik weet eigenlijk niet wat ik... Ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen, maar... Ik wil eigenlijk zorgen dat mijn teammate gewoon weer tot leven komt. En jullie zien misschien ook wel vaak deze dingen. En ergens in de map staan, zoals daar en verderop. Kijk, als je hier op gaat eigenlijk. Kijk, je gaat hier zo naar boven, deze zipline. Kijk, en als je zo meteen hierboven bent. Kijk, dan gaat hij hierboven, hoppatee. En dan ga je eigenlijk weer opnieuw vliegen gewoon. Dat is eigenlijk best wel gaaf eigenlijk. Dus, chill. Zo, hoppatee. Of leven... Of mijn teammate leven gewoon alweer. Oh, chill. Nee, dat had ik niet eens gezien, jongen, gek. Oké, wacht even. Hier moet ik eventjes die kak scope erop knallen. Kijk, dan kunnen we eventjes... Oké, dit is gast. Kut, kleren. Au, shit. Voor mij ben ik zo hard gespot als het me kan, gast. Wat is dit? Oh shit, ik zit hier met een enemy. Loop! Deze kerel is scheef, jongen. Ja, maar dan heb je mij nog niet gezien, gast, hoe scheef ik ben. Zo, even shield innemen, snel. Oké, één kill in de pocket. Let's go, loop, gast. Ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Oh, gast, het is hier mogelijk druk en ik heb geen ammo meer. Fuck! Nee! Ja, oh, ik was ook één hit, gast. Oh mijn god, ja. Dit is zo irritant, jongen. Ja, wapens gaan echt snel neer, man. Wapens zijn echt snel op. Maar in ieder geval, jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Sorry, jongens, het zit er alweer op. Maar in ieder geval, we hebben wel ons best gedaan. Of mijn teammate leeft hier nog? Oh, wacht even, ik heb nog niks gezegd. Kijk, deze ammo, jongen. Het gaat zo snel op. Kijk, hun zijn nog gewoon chill met z'n drieën. Maar kijk, die ene keer had ik genoeg. Maar die keer heb ik helaas niet meer gekregen. Puur om het feit dat... hij werd gerevived. En ik ging daar weg, weet je wel, omdat het daar te druk was. Dus, kijk. Hij kan ons nog resten, eigenlijk. Hij kan ons nu gewoon nog helpen. Maar dan moet hij dit niet gaan pushen. Maar dit is zo'n gozer die gewoon denkt van... I got this, weet je wel. Ga headshot schieten, gast. Gast, als hij dit... Boom. Ga healen. Schiet zijn teammate af. Oké, hij heeft ammo, jongen. Oké, shit. Dit kan nog leuk worden, man. Oké, hij zit sowieso in een cirkel. Dope. Lekker. Slim. Oké, let's go. Want hij weet dat hij daar nog ligt, natuurlijk. Dus, beter krijgt hij gewoon dit voor elkaar. Ah, oh, ze kwamen in zijn back, gast. Oké, dat wist ik niet. In ieder geval, jongens. Super dope potje natuurlijk. We hebben sowieso één kill kunnen maken. Op zich best wel
op zich nog best wel wat. Oké, we hebben zelfs 2 kills kunnen maken in dit potje. Dus, jongens, ik hoop jullie hebben genoten van deze video. Als jullie het dope vonden, jongens, geef eventjes een like. Zou super dik zijn natuurlijk. En jongens, als je meer van deze Apex gameplays willen zien, laat het sowieso even weten in de comments. Zou super dik zijn natuurlijk. En bye bye mensen, tot de volgende keer. Later. Oh. We'll be right back.